Dag aan alle vissen. Gelukkig nieuwjaar en welkom voor jullie maandelijkse horoscoop, de eerste maand januari 2017. En alles staat in het teken van de vissen. Heel raar, het is nogthans niet jullie verjaardag, maar de twee liefdesplaneten, zal ik maar zeggen, Venus en Mars, bevinden zich beide in vissen. Bijna de ganse maand. Dus dit is echt wel het moment om te genieten, zal ik maar zeggen. Venus en Mars, ook al ben je single bijvoorbeeld, zeker als je single bent, is het een moment waarop dat je iemand kan ontmoeten. Want je voelt je goed in je vel, je hebt die twee planeten in jouw teken. En je zal nog meer charme hebben dan dat je al hebt. Met deze twee planeten doorheen het teken vissen. Dus meer interactie met anderen, absoluut. Mogelijkheid om iemand te leren kennen, zeer zeker. Heb je reeds een relatie? Dan voel je je goed in die relatie. Die twee planeten gaan wel een aspect maken met Neptunus en Saturnus. Neptunus is jouw planeet, is de planeet van het spirituele, het compassieuze, maar ook het ideale, het ideaal. En Saturnus is de realiteit. Dus het kan wel eens zijn, zeker bij een nieuwe relatie of bij een nieuw contact, dat er af en toe zo blijft met de voetjes op de grond. Dat is eigenlijk het beste wat ik kan zeggen. Of dat er misschien tussen werk en relatie een beetje een spanning zit. En een spanning zoals bijvoorbeeld, je leert net iemand kennen, maar je hebt ook in januari bijvoorbeeld heel veel werk. En je zou eigenlijk veel liever bij die persoon zijn. Dat alleen al kan bijvoorbeeld de spanning zijn. Het kan ook zijn dat je gewoon in je relaties een beetje heen en weer wordt geslingerd tussen oh, dat is fantastisch, en tussen oh, is dit wel oké? Is dit wel oké? Want er zijn toch een paar addertjes onder het gras. Nu, in feite, heel erg is dat niet. Het houdt je de voeten op de grond. En dat is belangrijk, zeker voor vissen. Mercurius, de heerser ook van je zevende huis, de heerser van, van dat relationele, gaat direct vanaf de achtste in jullie elfde huis van vriendschappen. Dus het kan zijn dat de vriendschap meer wordt, of het kan zijn dat de vriendschap verandert. For better or for worse, dat hangt af van de situatie. Het kan zijn dat een vriendschap hechter wordt. Het kan ook zijn dat je bepaalde dingen nu echt ziet en dat je zegt, bye bye. Maar niet zo makkelijk van te liggen. Jupiter vormt een sextiel met Saturnus, dat is heel goed, want Jupiter is jouw oude heerser en die bevindt zich in een financieel huis, maar ook in een huis van waarde krijgen van anderen. En die maakt de hele maand een hele goede link met Saturnus in jouw tiende huis van werk. Dus het zou wel eens kunnen dat je gewoon wat meer stabiliteit hebt van werk of dat je wat meer geld verdient. Misschien een bonus, wie zal het zeggen. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Ik wens je een heel fijne maand. Geniet van de aantrekkingskracht die je veel meer hebt dan normaal en hebt er al veel. Geniet ervan en ik zie je volgende maand. Dag.